This is how it feels to be small. Nobody sees you, you're always in the corner. Living in a vida small. Welkom in het Vlogpaleis. Ik ben Kauta. Ik ben Roxanne. En ja, we zitten nu in de Lotto Arena. Het is voor het concert van Dua Lipa. Yes. Met als voorprogramma. Afloop. Alle content die wij nu vandaag maken, kan je morgen online terugvinden op sportpaleis.be en de Facebookpagina en Instagram. Nee, Instagram niet. Twitter en zo. Zeker checken. Check link in bio en al. Link in bio. Link ook. Okay, dus ja, we staan hier nu terug bij Amelie. Yo! We hebben daar gisteren al een reportage mee gedaan die je terug kunt beluisteren. Ik ben hier in Merelbeke in het huis van Amelie. Ze gaat ons rondleiden in haar kamer om al haar spulletjes van Dua Lipa te laten zien. En dat kan je terug beluisteren in de reportage die Femke maakt. Oké, okay, let's go. Wat staat er eigenlijk? Fuck with my franchise. Dus die pets moet ik opzetten van haar als ik seks heb of zo. En ja, we hebben daarin ook bijvoorbeeld gehoord dat ze vandaag een foto mag nemen met Dua Lipa. En dit is het resultaat. Oh. Ah, supermooi. Dat is zeker een goeie voor in de... Voor op mijn Polaroid-muurtje. Ja, ik ga nu collectie mooi aanvullen. Ah, ja. Voilà. Allee, veel plezier op het concert. Dank je, doei. Dus we gaan nu een wedstrijdje doen met 4 fans van Dua Lipa. Het is een fotoronde met Dua Lipa en gefotoshopt. En ja, totaal ook niet gepikt van de slimste mensen. Totaal niet, totaal niet. En ja, de 4 meisjes die gaan meedoen zijn... Sera. Voilà, zij gaan meedoen in teams van 2. En ja, de opsplitsing mogen jullie zelf nog bepalen, meisjes. Ja. Voilà, dat is heel snel beslist. En er valt natuurlijk ook een prijs te winnen. Dus ja, dan gaan we daar eens aan beginnen. Hè. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ja. Ik ga eerst deze foto laten zien van Dua Lipa. Ja. En wij hebben haar gefotoshopt op meerdere verschillende dingen. Ja. En dat heeft altijd iets te maken met Dua Lipa naam. En jullie moeten raden wat het is. Dua Lipa. Ja. 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 Eén punt voor iedereen. Ik ga gewoon blijven gaan. Dua Lipa. Wie was eerst? Oké, één punt voor Alex. Ja, maar. Oké. Doe wat weer Afrika. Afrika. Wat? Doe Afrika? Ja. Oei, dat is wereld. Doe wat Gaza. Pizza. Wat? Ik ga niet even kijken. Doe wat Dorita. Doe wat Chippa. 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 Ja, dan was ik een keer nog. Ik heb dat eerst, hè? Ja, ik heb Ali eerst van u gehoord, maar ik heb het niet. Dus we hebben Dua Lipa een snik gekregen. Ja. Jullie ook. Dankjewel om mee te doen. Het is vandaag niet alleen het concert van Dua Lipa in de Lotto Arena, maar ook van Metallica in het Sportpaleis. Dus wij gaan eens gaan kijken of Metallica fans ook liedjes van Dua Lipa kennen en of ze dat eigenlijk ook wel goede muziek vinden. Ik sta hier een klein beetje tegenover het Sportpaleis aan de andere kant van de straat. Ik sta hier samen met Adam. En Corina. Voilà. En we gaan u nu een liedje laten horen van Dua Lipa, die hiernaast in de Lotto Arena speelt. En we gaan zien wat uw reactie is. Oké. Vind je dat iets goed? Nee. Vinden jullie er wat? Ik ken een naam, maar dat komt van mijn dochters. Dan zie je dat al. Dat is niet mijn stijl. Maar ik krijg wel vakantiegevoel van.
Dus, hi guys. We hebben net de mening gevraagd aan de Metallica fans. En nu gaan we eens gaan kijken wat de Dua Lipa fans vinden van Metallica. Ja, we staan hier nu met twee fans van Dua Lipa. En jullie namen zijn? Charlotte. En? Nel. Nel? En we gaan hun een liedje laten horen van Metallica en nu zien wat ze ervan vinden, hè? Ja, ik weet dat dat zo een beetje heftig is. Niet mijn muziek, zo, maar als ik zat en daar kon ik kunnen dansen. Het concept zit er op. Yes, dat is keigoed, hè? Dat is mega goed. Oké, in ieder geval voor ons tot de volgende. Ik weet niet wat ik denk dat het volgende concert Shakira is. Hou het zeker in het oog. Yes, bye! It's rap!